Ja, ik ga meteen op jou aanpassen. Okay. Want jij zegt heel veel ideeën. Ja. Dus jij bent iemand die heel makkelijk ideeën kan genereren, blijkbaar. Ja. Nou, wat we je hebt een buiten lange termijngeheugen, zoals ze noemen, heb je ook een soort fase van planning. En je hebt een fase van echt dingen bedenken en maken. Ja. En iets van terugkijken. Okay. En er zijn mensen die liever in één van de drie zitten. Okay. Dus je hebt sommige mensen die het alleen maar leuk vinden om dingen van tevoren heel goed te bedenken. Ja. Dus te plannen. Nou, die heb je wel nodig, maar dat is niet handig. Want die mensen komen niet tot ideeën. Nee. Die gaan vooral denken, oké, wat moeten we hebben? Wat is er van nodig? Ja. Je hebt het helemaal gepland, alle mensen daar. Maar er is geen idee. Ja. Dan zijn er mensen die zeggen, laat mij maar maken. Maar ik wil liever niet uitwerken. Nee. Daar heb ik niet zoveel zin in. Veel leuker om gewoon te verzinnen, nog te verzinnen. Nou, en dat komt, er is, als je namelijk iets uitwerkt, dan zodra je iets uitwerkt, gaat iets consequenties hebben. Dan leg je dingen vast. Als ik iets ga bedenken en we hebben een leuk idee en dat gaan we uitwerken, dan maken we keuzes. Als ik een synopsis voor een ik heb een leuk idee voor een stuk en ik maak een synopsis voor een scenario of een toneelstuk. En dat ga ik uitwerken, dan zit ik na één of twee scènes en na die synopsis zit ik eigenlijk vast. Want ik moet er zitten, ik ben niet meer zo vrij als ik was in het begin. Nee. Er zit er gewoon, dat noemen wij het materiaal tot zover, dat wordt steeds voller. Ja, en je hebt dingen uitgesloten, want je hebt keuzes gemaakt. Exact. Ja. Nou, en keuzes maken vinden de mensen die dat soort dingen hebben zoals jij, die vinden dat helemaal niet zo leuk. Nee, die zeggen, laat mij, ik heb gewoon iemand nodig. Okay. En je hebt dus, als je in een groep zit, heb je allemaal dit soort mensen nodig. Dus je hebt mensen nodig die alleen maar met ideeën komen. En je hebt mensen nodig die gewoon ideeën uitwerken. Ja, en je hebt mensen die dingen allemaal goed plannen. Ja. Maar als je het in je eentje gaat doen, dan moet je trainen dat je dus... Je hoeft niet te trainen, ik moet trainen om één van de negen over te houden. Maar ik moet trainen om, zodra ik een idee heb, begin ik aan de uitwerking. Ja. Ik zal één voorbeeld geven wat ik bij schrijvers doe. Je ziet bij schrijvers, ik geef vaak het voorbeeld van schrijven, want ik ben zelf toneelschrijver. Ja, dat is mijn manier van creatie. Ja. Dat doe ik naast mijn onderzoekswerk. Leuk, ja. En wat je heel veel ziet bij schrijfstudenten, is dat ze maken een scène, schrijven een scène in mijn les. Ik bespreek die met studenten samen. En dan zeggen ze, heel goede feedback. En dan komen ze de week daarna terug en hebben ze een nieuwe scène. Oh. Ja, je had helemaal gelijk. Maar ik heb nu zo'n leuk idee. Ik heb nu, je zegt, ja, maar mijn reactie was op het idee wat je had. Wat gebeurt daar? Want dat doe ik ook. Gebeurt daar? Dan zeg ik, dan moet je terug naar dat eerste idee. Want waarom doen ze dat? Omdat ze het veel leuker is om weer een nieuw idee. Want het heeft geen consequenties. Alles is nog vrij. Het is eigenlijk een klein kind gewoon de hele tijd. Dus ja. Het heeft geen consequenties. Je kan nergens op afgerekend worden. Okay. Kijk, op het moment dat jij zegt dat jij negen ideeën zou hebben. Ja. En je ze alle drie zou, of alle negen zou inleveren bij een bureau, dan zou je al meteen denken, nou ja, zou ik die alle negen willen inleveren, nou laat ik dat dan maar twee inleveren of zoiets. Maar die hele neiging om dat niet uit te willen werken, omdat je dan vastlegt, en het heeft ook, er zit nog iets in,